De eerste maanden van dit jaar zag de kaart van Europa er nog zo uit. Alle landen waren oranje. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen waren toegestaan. Vakanties dus niet. Nou, op 15 mei gingen Finland, Ierland, Malta en Portugal naar geel. Net als een aantal Griekse eilanden en de Spaanse Balearen. Daarna kwamen er nog een paar landen bij. En nu wordt echt een grote stap gezet. Vanaf morgen gaan Duitsland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië naar geel. Frankrijk en het vasteland van Spanje dus nog niet. Welke kleur een land of deel van een land heeft, wordt bepaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij kijken onder andere of het aantal coronabesmettingen laag genoeg is en ook of dat betreffende land wel Nederlanders wil ontvangen. Nou, als het allemaal in orde is, gaat de kleur naar geel. In veel vakantielanden kunnen ze niet wachten om weer toeristen te ontvangen. Maar het zal nog wel even wennen zijn voor de inwoners. Want die rust was ook best wel lekker, zien onze correspondenten in Duitsland en Italië. Sylvia geniet nog even van de rust. Ze woont naast het beroemde Pantheon in Rome. Normaal struikel je hier over de toeristen. C'era un silenzio assordante. Però abbiamo riscoperto tutti noi Roma. Sylvia was voor even zelf toerist in eigen stad. Pantheon, sono andata di nuovo al Colosseo, sono andata all'Arco, sono andata a vedere, a farmi anche i fori imperiali che sono meravigliosi. Romeinen konden ook eindelijk weer normaal lopen rondom de Trevi-fontein. Want zo zag het eruit voor de coronapandemie. De archiefbeelden van het hoogseizoen liegen er niet om. Ja, rond Rome begint dus een beetje een toeristenworstenmachine te worden. Zo druk is het nu nog niet, maar de toeristen keerden terug. It's so much free, so you can do whatever you like. Sylvia heeft er een dubbel gevoel over, want bisogna condividerla perché ci sono delle cose talmente belle da vedere, talmente uniche che non ci possiamo far fermare da una pandemia ormai alla fine. Italië heeft de toeristen gemist, maar ze hebben ook lichte vrees voor de grote mensenmassa zoals voor de pandemie. Maar het populairste vakantieland is nog altijd Duitsland. En wat doe je dan? Kamperen natuurlijk. Plek zat. Campinghouders Arjen en Ernie Schippers hebben lang uitgekeken naar deze dag. Camping aan Blankzee is weer open voor iedereen. Die opluchting. Het is allemaal geregeld, het is allemaal duidelijk en het kan gebeuren. Laat maar komen. Nederlanders zijn welkom. Nederlanders zijn welkom, absoluut. Ja, graag zelfs. En daar is de eerste Nederlander al aan de lijn. Vrijdag? Donderdag? Nee, helemaal goed. Hou ik je plekje voor je vrij? Die belde dus echt op van, we mogen weer. Dus heb je een plekje voor me? Heb je mijn plek vrij? En? Ja, ik heb hem vrij. Campinggasten moeten zich wel om de 3 dagen laten testen. Testcentrum voor de deur. Nee, dat doet niet voor je. En dan kan de vakantie in Duitsland eindelijk beginnen. Jeroen Akkermans, RTL Nieuws, aan het water.